Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. Herstel zien we in de VS na de diverse reddingsoperaties en ingrepen van centrale banken. De Nasdaq trok uiteindelijk 0,4% aan. Meer winst was er bij de S&P 500 en Dow Jones die rond 1% hoger sloten. Belangrijker wordt nu het rentebesluit morgen van de Amerikaanse centrale bank. Minder dan 0,25% hoger zal opgevat worden als een signaal dat er nog steeds geen controle is over de situatie. Ondertussen blijven in de VS de aandelen van diverse banken met grote uitslagen bewegen. En bij Amazon gaat men nog eens 9000 banen extra schrappen, bovenop de eerder al bekendgemaakte 18.000. Ondertussen blijft de Nikkei gesloten in verband met de feestdag. Down Under liet de centrale bank weten de renteverhogingen tijdelijk te staken om eerst de effecten op de economie af te wachten. En China laat weer een aantal nieuwe videogames toe, waaronder eentje van Tencent. Over een breed front trokken de indices aan naar een hoger slot in Azië. En ook de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een redelijk onveranderd tot iets hogere opening. En nu de Franse regering van Macron met noodgrepen de pensioenleeftijd in Frankrijk heeft verhoogd naar 64 jaar, nemen de protesten in de grote steden in alle hevigheid toe. En na enkele dagen is de kogel door de kerk voor Ordina. Het Franse Sopra Steria doet een bod van 5,75 per aandeel en dat wordt ondersteund door het bestuur en de groot aandeelhouders. Het bod waardeert het IT- en consultancybedrijf op 518 miljoen euro. En ondertussen blijven de prijzen van energie op een relatief laag niveau liggen op de wereldmarkt. Op de agenda vandaag ZEW economisch sentiment, dat komt uit Duitsland, en bestaande woningverkopen komen uit de VS. Na beurs hebben we dan nog cijfers van Nike en GameStop. En Arginx krijgt een koopadvies met koersdoel 357. We zien verder KBC en Jefferies zetten UCB op kopen. BMW en Volkswagen krijgen een koopadvies van Deutsche Bank. En koopadviezen waren er ook voor Meta, Alphabet en Microsoft. En morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas.